Binnen het landelijk woningbouwproject fase 1 van de regering is er op 21 september een aanvang gemaakt met ontbossen, hoogtemetingen en boringen van het verkavelingsproject Reeberg. De aannemer en projectleider zijn met zwaar materieel bezig om fase 1 voor eind december af te ronden. In de komende periode zullen de lozingen en het afwateringssysteem van dit project gegraven worden. De projectleider roept de eigenaars van de percelen op om zich tijdens de werkzaamheden niet te begeven op het project, omdat dit heel gevaarlijk is. Het Extractive Industries Transparency Initiative IT in Suriname tracht actuele en accurate informatie te publiceren over het beheer van natuurlijke hulpbronnen in Suriname, inclusief de manier waarop concessies worden toegewezen, de bedragen die bedrijven betalen aan belastingen, royalties en sociale bijdragen. In dit kader is het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen woensdag gestart met een driedaagse workshop. De bedoeling van de workshop is om kennis te delen met de samenleving en IT Suriname om zodoende elkaar op te trekken. De afdeling Public Relations van KPS is woensdag begonnen met een pilotproject voorlichtingshotspot in het district Koroni. Het thema tijdens deze voorlichtingshotspot was luister, leer en neem de boodschap mee. Het KPS trekt met haar voorlichting de komende periode door Paramaribo en de diverse districten. Na Koroni zal het team Komowijnen aandoen en wel op 26 september.